Facebook vrienden. Ik doe even een korte livestream om een beetje van de energie te delen met jullie waar ik nu in zit. En normaal gesproken ratel ik altijd heel snel in mijn livestreams en vinden sommige mensen dan heel irritant. Vandaag ben ik wat stiller, denk ik. Ik had vanmorgen een, misschien ook niet, ik had vanmorgen een teammeeting. Ja, mijn allereerste teammeeting voor mijn bedrijf, voor mijn visie. Voor mensen die graag iets willen bijdragen aan de visie die ik heb. Dus we zijn hier heel fijn samen geweest de hele morgen met super fijne brothers en sisters. Om allereerst te ontmoeten en in te tunen op de energie die nu geboren wordt, zou ik maar zeggen. En toen deelde ik iets over mijn visie. En toen zei iemand van, wow, ik had gewild dat we dat opgenomen hadden. Dus toen dacht ik, ga ik nu even een livestream doen om er nog iets meer over te delen. Maar het kan maar ook maar zo zijn dat er iets heel anders uitkomt. Of dat het er helemaal niet meer uitkomt. I don't know. We gaan even kijken wat er gedeeld mag worden nu. Ja, dus hoe ik het ervaar nu, hoe ik het voor me zie, is dat er, waar ik in geloof, wat ik tijdens mijn ayahuasca reizen zie, wat ik voel wat er gebeurt, wat er door mij heen gebeurt, wat er in mijn interacties met mensen gebeurt, is dat wat ze noemen planetary awakening, dus de mensheid die aan het ontwaken is. En dat zijn van die cliché termen natuurlijk, en voor heel veel mensen is dat misschien ook heel vanzelfsprekend, maar sommige mensen horen dit misschien ook voor het eerst. Dus ik voelde dat het ook wel fijn is om er wat woorden aan te geven van hoe ik dat ervaar en wat mijn visie en missie daarin is. En dat ben ik ook steeds opnieuw aan het herschrijven en aan het hervoelen. Waar ik in geloof is dat de aarde eigenlijk maar één van de vele planeten is waar leven is in deze... In dit vage universum waar we natuurlijk helemaal niks van snappen. Maar hoe ik het ervaar is dat de mensheid natuurlijk in een evolutieproces zit. En dat we nu ook weer in zo'n golf zitten van groei, van de evolutie van de mensheid. En ieder groeisprongetje, zoals het bij kinderen eigenlijk ook heet, een groeispurt, groeisprongetje, gaat samen ook met frustratie en crisis en verwarring en... En zoals Mark Govney het zo mooi noemt, our crisis is a birth. And we are birthing a new humanity. We zijn dus een nieuwe mensheid aan het creëren. En dat doen we natuurlijk door de duizenden jaren heen. Zijn we dat altijd aan het doen? We zijn onszelf opnieuw aan het uitvinden, opnieuw aan het herdefiniëren, aan het hercreëren hoe we hier als mensen op aarde willen leven. En daarin zit die evolutie, daarin zitten die golven van groei eigenlijk, of je kan het ook als een spiraal zien, hoe de mensheid aan het groeien is, aan het evolueren is, meer bewust aan het worden is van zichzelf, meer bewustzijn, meer consciousness. En op dit moment weten we natuurlijk allemaal, is een soort van crisis op de aarde, van hoe de mensheid met de aarde samenleeft en zijn we onze bronnen aan het uitputten. En er is eigenlijk heel veel leegte en schaarste in verbinding en intimiteit en ons verbonden voelen met de liefde, met het geheel, met het grotere organisme, dat, met de eenheid, zeg maar, het grote organisme dat door ons heen weeft. En of je dat nou een spirituele term geeft, zoals God of de godin of moeder ayahuasca of het universum, we zijn onderdeel van een grote organisme, maar die verbinding daarmee zijn we eigenlijk kwijtgeraakt, waardoor we hier als soort van kip zonder kop op aarde rondlopen, als klein individuutje, als egootje, afgesneden in onze separate self, zoals Mark dat zo mooi zegt, in ons ego-bewustzijn, wat op zich niet slecht is, maar als we ons volledig identificeren met onze individuele persoonlijkheid, dan raken we dus afgesneden van dat grotere geheel. En dat is waar we nu soort van onze weg weer naar terug aan het vinden zijn. En dat is natuurlijk ook die beweging vanuit ons hoofd terug naar ons hart. Want het hart dat weet dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. En ik heb vaak beelden daarbij. En ik denk zo'n 10 of 12 jaar geleden had ik een soort van visioen.
Hele heftige beelden die mij zelf ook heel erg verwarden en vooral heel verdrietig maakten van wat er zou gaan gebeuren. En ik heb het gevoel dat dat nu zo'n beetje aan het gebeuren is. Whatever, de interpretatie van die visioenen komt natuurlijk ook door mij als Christaatje. Maar wat ik zag toen was dus dat de wereld een soort van aan het instorten is of gaat instorten. Een soort van grote crisis in de wereld. En ik zag al die Wall Street poppetjes, zeg maar, die robotjes. Iedereen die in het stramien loopt, in de matrix loopt, 40 uur werken per week, in die separate self, in de gevangenis loopt. Dat al die robotjes zo omvielen op straat. En alsof de stekker er een soort van wordt uitgetrokken. Zo van, nou mensen, zoals jullie het op dit moment doen, ga die stekker eruit trekken. En ik zag ook een draaimolen. En het ronddraaien was en die steeds sneller ging draaien. Totdat hij een soort van kortsluiting kreeg en dus tot stilstand kwam. Dus dat is ook hoe ik de wereld nu zie. Als een draaimolen, dat spinning out of control eigenlijk. En wat ik vervolgens ook zag is dus dat er heel veel mensen zijn die dus omvallen. En voor mij is dat nu wat in de wereld aan het gebeuren is. Het omvallen, dus de burn-outs, de ontslagen, de crisis, persoonlijke crisis, depressie, verwarring over van alles en nog wat en pijn wat naar de oppervlakte komt om geheeld en genezen en gezien en geliefd te worden. En in dat proces dus van ontwaken van de mensheid is het super belangrijk dat er ook mensen zijn, zoals jij en ik denk ik, maar in elk geval mensen die al wat meer wakker zijn, die al wat langer dat pad van ontwaken lopen, de lichtwerkers, die zich herinneren wat er gebeurt. Die weten hebben van wat er gebeurt. En die dat vertrouwen in het hart kunnen houden. En hoe ik het nu ervaar is dus die golven van ontwaken. Dat komt ook in golven. Want het kan niet in één keer. Het kan niet in één keer bam. Iedereen is wakker. Want we moeten dat steeds gaan integreren in onze dagelijkse werkelijkheid. Zeg maar. Dus al die systemen. Alles wat we doen is aan het transformeren. Hoe we werk zien. Wat we met onze werk doen. Hoe we onze relaties zien. Hoe we seksualiteit zien. Hoe we het leven op aarde zien, wat we wel of niet eten. Alles is in crisis. Zo van, en niemand weet meer van, oké, hoe dan wel? En we zijn vooral dat oude heel erg aan het laten sterven, aan het loslaten en aan het zoeken naar een nieuwe manier van leven in harmonie met de aarde en in verbinding met de aarde. Maar in dat proces dus van ontwaken, het is ook een identiteitscrisis eigenlijk. Want het is een verschuiving van waarheidssensatie, verschuiving van identificatie van dat ego-bewustzijn, de separate self, naar dat zielsbewustzijn, true self. En vanuit daar, even in de termen van Markov, niet van true self naar unique self. Zodat we allemaal tot onze eigen unieke bijdrage kunnen komen aan dat grotere organisme waar we onderdeel van zijn. Maar in dat proces, dat zorgt dus voor een crisis en voor verwarring. En dat beeld wat ik had 12 jaar geleden, dat visioen, was dat die mensen ze allemaal omvielen. En dat er dus lichtwerkers zijn, zoals jij en ik, die hun kunnen oppakken, zou ik maar zeggen. En kunnen meenemen naar de nieuwe wereld. En in kunnen fluisteren van, het is oké, weet je. Het is oké wat je ervaart. Je bent veilig. Het is juist goed, de crisis die je ervaart, de depressie die je ervaart, de pijn die je ervaart, de burn-out die je ervaart, het stop, ik kan niet meer verder die je ervaart. Het is juist goed wat er gebeurt, want het is een reinigingsproces. Dus mensen echt dat vertrouwen geven van dat ze gelouterd en gereinigd worden door het leven om in die nieuwe wereld thuis te komen. En dat is wat ik ervaar, wat mijn visie is ook voor mijn bedrijf. Dus is om een veilige bedding te zijn, een plek te zijn waar mensen kunnen thuiskomen bij de liefde en zich de liefde kunnen herinneren. En dat is iets wat ik eigenlijk al die jaren al zeg, dat is wat ik te doen heb en wil doen. Maar die liefde die is zo groot en zo intens. En wat ik ervaar is dat het dus een bedding is, een landschap, een plek waar mensen thuis kunnen komen. En daarbij heb ik ook beelden van karavanen, van vluchtelingen eigenlijk. Van vluchtelingen die thuiskomen op die plek van liefde. En dus vluchtelingen die thuiskomen van oorlogsgebieden. Dus de zielen, de mensen die een leven lang zo hebben gestreden als separate self, afgescheidenheid, eenzaamheid, individualiteit, zoeken naar de zin van het bestaan, maar die niet kunnen vinden. Meedoen in het stramien, overleven in plaats van leven en beleven. Welke woorden je er ook voor gebruikt, thuiskomen vanuit die oorlog naar de plek van harmonie en van liefde en van genezing van al onze innerlijke wonden. En een plek waar je helemaal welkom bent met al je pijn, met al je verdriet en ook met al je grootheid, al je talenten.
Waar je dus helemaal gezien en geliefd wordt. En dat zijn de plekken die ik graag wil creëren met mijn groepen, met mijn trainingen, met de cirkels van liefde die ook komend jaar weer komen. En ja, dus om die uitnodiging te zijn voor mensen en die liefdevolle bedding te zijn waarin dat transformatieproces, dat helingsproces mag gebeuren. En ja, ik zit daarin zelf ook in een grote transformatie van mezelf daarin serieus gaan nemen, zeg maar, als leider daarin, in dat leiderschap te gaan staan. En ik denk dat heel veel mensen dat ook zullen herkennen van lichtwerkers, van hoe word je dan zichtbaar daarin? Hoe durf je daarin te gaan staan? Hoe durf je dat leiderschap aan te nemen? Van, I know the way, weet je, ik weet wat er gebeurt. En vertrouwen op de visioenen die ik heb en daarin te gaan staan. En dat te doen dus vanuit diepe, diepe, diepe devotie naar the goddess in the center of the circle, zoals Mark het zo mooi zegt. En zoals ik in mijn ayahuasca-reis heb gezien, I am a humble queen. In die queen gaan staan, in dat leiderschap te gaan staan, maar ook die bescheidenheid te houden en die devotie te houden naar something way, way, way bigger is happening in me and through me. Dus mezelf beschikbaar te maken en dienstbaar te maken en een kanaal te mogen zijn voor die grote liefde, zoals mijn gebed al jaren is. Laat mij een instrument van liefde zijn. En die liefde dan door mij heen laten stromen. En dat is nu wat er steeds meer mag stromen, ook in mijn muziek en in mijn sharings en in mijn groepen. Mensen samenbrengen en die liefde gaan laten stromen. En dat is zo bijzonder wat er dan gebeurt, ook vanmorgen weer. De herkenning, het diepe thuiskomen, het weten van dit is waar ik thuis hoor. En een plek te vinden waar alles wat je ooit gedacht, gevoeld, gezien, ervaren hebt, alle pijn, alle liefde, alle kracht, alle inzichten, alle wijsheid mag samenkomen. Echt een plek om thuis te komen. En dat is mijn verlangen om die plek te zijn. En een soort dat anker te zijn van thuiskomen. Maar dat is ook precies wat ik zelf mag ontvangen van dat wat ik noem mijn moederschip eigenlijk. En in mijn verbinding en samenwerking die nu ontstaat met Mark Gaffney, dat ik ja, echt dat moederschip mag voelen en me daardoor zo enorm laat voeden en inspireren. En ja, dat het echt een plek is dus waar voor mij ook alles in samenkomt. Alles wat ik ooit gezien, geleerd, gevoeld heb. En dat we dus samen een bijdrage mogen zijn aan die grote transitie die nu aan het gebeuren is. Dat we daarin de voorlopers mogen zijn, de pioniers mogen zijn en elkaar kunnen supporten. Want ik voel ook echt van shit is gonna hit the fan, zeg maar. We ain't seen nothing yet. Dit is nog maar het begin. De eerste, weet je, tip of the iceberg. De eerste golfjes van het ontwaken van de mensheid. En wij denken in Spiriland, weet je wel, dat we al heel ver zijn. En we zijn heel ver, maar we hebben misschien maar 10% gedaan van alles wat er nog komen gaat, zeg maar. En zo wordt er ook gezegd en voel ik ook van dat dus 2020 weer zo'n groot transitiejaar is. Net als 2012 dat was zo'n voem, zo'n golf. En 2020 wordt weer zo'n golf. Dus ook komend jaar 2019, wat ik ervaar, it's all just preparation. Weet je, we worden voorbereid. We worden ingewijd. We worden voorbereid voor het grotere werk, zeg maar. En dan weer het grotere werk natuurlijk. Maar er komen golven van ontwaken aan en groepen mensen als het ware die ontwaken. En wij mogen die groepen soort van overbrengen. Dat is in elk geval hoe ik mijn taak ervaar, of taak wat er nu gewoon ontstaat. Dus mensen ontvangen en naar de nieuwe wereld brengen. Dus een soort van poortwachter zijn van de oude wereld naar de nieuwe wereld. En mensen het vertrouwen geven van wat je ervaart is waar, wat je ziet is waar, het klopt. Je mag gaan voelen, je mag gaan ontspannen, je mag gaan achteroverleunen, je mag die baan loslaten. Het is veilig om het oude los te laten en vertrouw maar en laat je maar zakken. In die bedding van de grote moeder die je draagt. Laat je maar wiegen. Laat je maar meevoeren. En laat je maar aanspoelen op dat nieuwe land. Zeg maar als een soort van je op laten slokken als Jonas in de walvis. Je op laten slokken door de walvis. In de duisternis. 3 dagen in die duisternis te durven zijn. En vanuit daar opnieuw geboren te worden. Dus dat geboorteproces eigenlijk. De geboorte van homo amore. Zoals Mark het zo mooi noemt. Birthing a new humanity. En daar ben ik eigenlijk een soort van vroedvrouw voor. En ik denk dat heel veel lichtwerkers dat met mij zo ervaren. Misschien gebruik ik daar andere taal voor. Maar mensen thuis te brengen bij de liefde.
En ja, wat ik dus voel is dat het alleen nog maar heftiger gaat worden, de crisis in de wereld. En dat is mijn gevoel, dat is niet de waarheid. Ik weet niet of dat zo is, maar zo voelt het. En dat we elkaar dus heel erg nodig hebben. We need to stand strong and hold on to each other as brothers and sisters. You know, shit is gonna come up. Dus dat we echt als tribe elkaars handen mogen vasthouden en sterk mogen staan samen. Weet je, waar we tot nu toe allemaal alleen hebben kunnen volhouden, weet je, ook met ons bedrijfje of met ons missietje, als individuutje, weet je, ik heb hier mijn bedrijfje, jij hebt daar je bedrijfje en we zijn het allemaal in ons eentje uit aan het zoeken. It's not gonna work anymore. We hebben elkaar nodig, we hebben dat netwerk van lichtwerkers nodig en we moeten ons met elkaar gaan verbinden. Al is het alleen maar in de energie, weet je, dat we kunnen kijken van, oké, jij staat daar als pion van licht, jij bent daar de vuurtoren en de vuurtorenwachter, you're holding space there, weet je wel, dus we hebben allemaal die lichtpilaren zijn we. En dat netwerk van licht om de aarde heen eigenlijk. Wat we te houden hebben. Zodat die transitie kan gaan plaatsvinden. En hoe ik het ervaar is dat is die energie steeds intenser wordt. Dus ook in mijn beleving wordt dat heel erg geleid. Dus ook van buitenaf spirit helpers, ancestors, engelen. Just beings without bodies and beings with other bodies. En ze zijn ons allemaal aan het helpen. En als het ware die licht... Dat licht komt steeds dichter naar de aarde toe. Komt steeds dichter naar de aarde toe. En de hooggevoeligen onder ons, die kunnen die vibraties al voelen en kunnen daar al op afstemmen. Weet je. En 2000 jaar geleden was het alleen de profeten en de heiligen en de Jezus en de Mohammed en de Mozes die zich daar enigszins op af konden stemmen. Maar nu zijn wij het allemaal, zoals Mark Goffney het noemt, democratization of enlightenment. Weet je. De verlichting is voor iedereen toegankelijk. En wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt. En nog steeds zijn wij dus maar die 1% of the 1% die de voorlopers zijn. En heel veel mensen weten nog niet eens wat er gebeurt. Als dat überhaupt waar is. Maar goed, zo voelt het voor mij. Dus ik verkondig de boodschap maar gewoon. Dus dat veld van energie en van licht komt steeds dichterbij en wordt steeds intenser. En dat brandt dus alles weg wat we niet zijn. En ja, dus er zijn steeds meer mensen gaan zich daarop afstemmen en gaan daar... vanzelf eigenlijk in mee. En het enige wat we hoeven te doen is een spaceholder zijn, vroedvrouw zijn, vertrouwen, belichamen. En ja, en een belichaming en een kanaal zijn voor die energie, voor die liefde, voor die wijsheid. Ja. En elkaar een plek bieden om thuis te komen in de liefde. Ja. Anything else? Ja, over geld wil ik nog wel iets zeggen. Want daar kreeg ik de laatste tijd wat reacties op. Natuurlijk altijd. Geld is zo'n enorm beladen thema. En ik heb er ook al wel het een en ander over geschreven. Maar over mijn visie op geld en de visioenen die ik daarover heb gehad. En geld als entiteit. En hoe ik het ervaar is dat geld... in ons systeem zeg maar heel lang gebruikt is voor ego-gewin. En daarom zit een soort van energie van gebruik en misbruik en een soort van donkere schaduwenergie rondom het veld van geld. Zeg maar geld als energieveld, als entiteit. Dus de energie van geld is beladen en heeft een schaduwenergie. En daarom wij lichtwerkers of mensen die met spiritualiteit en het licht en de bewustwording bezig zijn, kunnen dan een angst krijgen... of een weerstand krijgen tegen die donkere energie. En kunnen dan denken, ja, geld is van de matrix en dat willen we niet meer. Dus dan zetten we ons daar een soort van af van, ik wil geen geld, want dat is te commercieel en dat is niet goed. Terwijl, hoe ik het ervaar en wat geld mij ook heeft laten zien in dat visioen, is dat ze zo graag ontvangen wil worden in ons hart. En in plaats van dus donkere energie te zeggen, dat wil ik niet, want ik kies voor het licht. Juist steeds als een sjamaan, zeg maar, die lemniska terug te reizen naar het donker. En juist donkere energieën in ons te ontvangen. Want wij zijn de lichtwerkers, letterlijk. Wij zijn lichtmachines. Wij kunnen dat alchemistische proces, zeg maar, dat helingsproces door ons heen laten gebeuren. Dus steeds alles wat donker is in ons te ontvangen en naar het licht te brengen. En dat proces, dat doen we in onszelf, met al onze innerlijke kinddelen, maar dus ook met geld. Dus wat ik ervaar is, geld wil heel graag door mij ontvangen worden, zodat de donkere energie die geld nu bij zich draagt door hoe ze is gebruikt in het verleden, dat ze in ons hart, in het licht van ons hart geheeld mag worden.
En dat is waarom ik mezelf nu dus ook als een soort van geldwitwasserij zie. Maar dan iemand, hoe zei je het nou vanmorgen, geldliefdewasserij, weet ik veel. Dat geld door mij heen mag stromen en door zoveel mogelijk geld door mij heen te laten stromen, kan ik het naar het licht brengen en kan ik het dus weer teruggeven aan de aarde. Dus, en hoe ik het dus ook zie is dat geld komt van donkere energie, stroomt door mij heen en ik geef het aan het licht. Dus net als met onze adem kunnen we dingen inademen en uitademen. En zo kunnen we geld ook ontvangen en teruggeven. Dus het is altijd mijn missie geweest om, zoals ze het noemen, conscious millionaire te worden. Toen ik daar 6 jaar geleden business trainingen over deed. Het pad van de conscious millionaire gaat over miljonair worden, maar on purpose en met een purpose. Namelijk om transformatie in de wereld te creëren. En om een zo groot mogelijke impact te hebben in deze wereld, is er gewoon heel veel geld ook nodig. En hoe ik het ook zie is van, oké, we hebben het spelletje door, weet je, van de matrix en de matrix waarin we leven en het geldsysteem. Maar als je dat dus gaat ontstijgen en je gaat wakker worden van wie je werkelijk bent en je ziet dat je niet dat poppetje bent dat daar vast zit in de gevangenis, maar je bent veel groter en wijdser dan dat. Maar dan vervolgens wel weer terug te komen naar die matrix. Want het is wel de 3D-dimensie, zeg maar, die naar het licht mag komen. En de enige manier om het naar het licht te brengen is door erin te gaan, door erin te zijn. En het spel mee te spelen en door het spel mee te spelen het spel te veranderen. Dus mijn pad in elk geval is het niet om op een berg te gaan zitten mediteren en verlicht te gaan worden. Mijn pad is het als bodhisattva steeds opnieuw terug te keren naar naar het donker, zeg maar, steeds door die poorten heen te reizen en steeds nieuwe delen op te halen en juist dus hier in de realiteit te zijn en te genezen, een bijdrage te zijn aan het genezingsproces van de aarde en van de mensheid door steeds die donkere energie door mij heen te laten stromen. En dus ook mee te spelen aan het geldspel en het gewoon te zien als een monopoliespelletje. Je kan je heel veel oordelen op hebben, maar je kan ook gewoon genieten van het spelletje en gewoon lekker meespelen. Dus als ik dan toch dat monopoliespelletje moet spelen, dan wil ik het liefst zoveel mogelijk geld ontvangen. En dus niet voor mezelf om rijk van te worden, hoewel ik heel graag een luxe leven wil en graag om in een boerderij in het bos wil wonen. Maar de enige reden dat ik dat allemaal wil is zodat ik nog meer kan delen, nog meer een bijdrage kan zijn aan die evolutie van de mensheid. Dus dat het geld kan door mij heen stromen, maar het stroomt ook naar iets wat nog veel groter is, naar het moederschip eigenlijk, naar die grotere missie van het ontwaken van de mensheid en naar die missie om Pachamama weer in ere te herstellen en de mensen thuis te brengen bij de liefde. En daarvoor ben ik bereid om heel veel geld te ontvangen en dus ook mijzelf als leider serieus te nemen en events te gaan organiseren. En daar gewoon geld voor te vragen wat passend is voor de enorme heilige energie die door mij heen mag stromen en die ik met mensen mag delen. Zodat die energie, want hoe meer geld ik ontvang, hoe meer die heilige energie van ontwaken, zal ik maar zeggen, ook er doorheen kan komen. En hoe meer ik weer kan ontvangen en hoe meer weer ik een bijdrage kan zijn aan onze lieve moeder aarde en haar genezingsproces. Want dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik grap altijd van, als ik multimiljonair zou zijn, dan zou ik, mijn grap was altijd, zou ik Afrika kopen en het teruggeven aan de mensen. Maar ik had laatst ook met Jordi over, dan zouden we gewoon de rainforest, weet je, zou ik het hele oerwoud kopen en het teruggeven aan de shamanen. Teruggeven, het is al van hun. Maar goed, het land teruggeven aan de mensen, aan de elders, aan de wisdom keepers die nog verbonden zijn met de aarde. Dus dat is mijn intentie en mijn missie en mijn visie. En de reden waarom ik multimiljonair wil worden en waarom ik zoveel mogelijk geld wil ontvangen van al mijn zielsklanten die mijn zielsfamilie zijn, die samen met mij een bijdrage willen zijn aan deze evolutie van de mensheid. Dus dit delen ook om je te laten voelen van, het is zoveel groter dan ik als individu, jij als individu. En het geeft zo'n intense voldoening om onderdeel uit te mogen maken van dat grotere geheel. Van, zoals Mark Gaffney het noemt, die unique self-symphony die aan het gebeuren is. Dus de herinnering van, oké, we zijn onderdeel van dat symfonieorkest. En daarin onze eigen unieke plek in gaan nemen en onze eigen unieke bijdrage daaraan te gaan zijn. En weten dat we onderdeel zijn van dat geheel. Dat is gewoon fucking awesome. Awesome, you know. Dus join the party. Step up, step in.
En ik hoop je ergens op het pad te mogen ontmoeten en deze geweldige, liefdevolle, genezende energie met jou te mogen delen. En voor nu dank ik jou voor het kijken, voor je aandacht, voor je liefde, voor je betrokkenheid, de tijd die je neemt om naar mij te luisteren. It's a blessing. En ik wil ook danken moeder Ayahuasca, Yama, Zeldai, de maestro's uit de jungle die zoveel wisdom mij geven, mij hebben gebracht op het pad met de plantmedicijnen. En ik dank mijn andere maestro, lineage, teacher, whatever, Mark Goffney, die als big brother hierin naast mij staat, achter mij staat. En die transmissie van Xi met mij deelt, zodat ik het weer ook mag doorgeven en met jullie mag delen. En ik kijk heel erg uit alvast. Ik ben echt zo in zo'n winterspace van, oké, naar binnen gaan, alles voelen. Ik ben heel veel dingen aan het loslaten van wat ik in mijn bedrijf aan het doen was. En aan het intunen van, oké, welke kant mag het in het nieuwe jaar op? En er komen heel veel mooie nieuwe projecten aan. En heel veel kansen om elkaar in het echte leven te gaan ontmoeten. In de cirkels van liefde, in die heilige space, rituele space. Maar ook om het leven te vieren, weet je wel. Feestjes, lekker dansen, lekker muziek maken, celebration, alegría. Zoals ze dat zo mooi zeggen in de ayahuasca scene. So much joy, so much happiness, so much love. Laten we afsluiten met een liedje. Om dat te vieren. Let's see, something happy, something happy. Listen to the wind and listen to the trees and
grateful. Yay. Oké, thank you sweeties. Dankjewel voor het kijken. Als je deze video en mijn inspiratie rant leuk vond, help mij dan alsjeblieft om nog meer mensen te bereiken. Om hun lieve, lieve hartje te openen voor liefde. Door een comment te plaatsen, te liken, dit bericht te delen. Dankjewel, lieve schatjes. Have an awesome day.